Als je een boek in de winkel koopt en het kost bijvoorbeeld 20 euro, dan krijgt de schrijver daarvan ongeveer 1 euro en de tekenaar krijgt ook ongeveer 1 euro. Leen je dat boek in de bibliotheek, dan krijgen ze ook geld, maar minder, ongeveer 20 cent. Maar wat nou als je het boek leest in de schoolbibliotheek? Dan krijgen de schrijver en de illustrator niets. Ze verdienen daar helemaal niets aan. En dat is natuurlijk eigenlijk oneerlijk. Daarom hebben de makers van jeugdboeken een boodschap voor minister van Engelshoven: Neem de regie. Zorg voor een goede regeling van de leenrechten in de bibliotheek op school.